وهدى ابراهيم وي وي يا وهدى بلال يا وهدى ابراهيم وي وي يا وهدى بلال يا وهدى ابراهيم وي وي يا اخت مولو وي وي بوزيتيفيتيت وي وي اكتيفيتيت وي وي negativiteit, wai wai, geen tijd voor, wai wai, heel wegen door, wai wai, Brian Vlogs. Hebben jullie dat gezien? Waar schrijven we naar? Ik zie jullie. Waar? Schrijven we naar. Waar? Nee, jullie. Alles goed? Hey, wat wil jij dat doen? Ja. Hé? Hey. Zit je me nou uit te lachen? Hey? Ja. Waar heb je mij gezien? In de supermarkt. Ja, dat klopt. Ja. Maar vorige week ook hier zo. Vorige week? Ja. 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 Hey. Was je aan het werk? Hé? Hey? Zo, dat is druk hier, man. Ei, au. Ei, au. Ei, dat doet me. Ei, au. Au, rustig. Bilal, weg, rijk toch! Bilal, lach al, ben je nou helemaal besloten, Hannes? Kom hier met mij! Je gaat al je broer op me hebben! Jongen, jongen! Hey, hey, ik heb een verrassing voor je. Nee, dan moet je eerst staan, want je bent 80 kilo, vriend. Dat is wat wij gaan doen. Kijk naar de ring! Zal ik je vertellen? Ja? Kijk naar de ring! Nee. Zeg maar. Ja, kijk hier de foto. Zeg maar. Kijk hier. Kijk op jou. Ja, ja, moet je wel goed luisteren. Ja. Oké. Kijk. Zeg dan. Ja. Nou, zeg dan. We gaan vandaag. Gaan we met de auto. Oh ja. Gaan we naar. Ja. Waar gaan we dan? Nee. Luister dan. We gaan muziek maken. Oh ja. Muziek maken! Ja, dat klinkt niet enthousiast. Nou, moet opgaan! Hé, maar wat ga je doen? We gaan weg. Wat ga je doen? Hallo. Wat ga je doen dan? Nou, Bilal blijft hier. Hoi! Nee! Ja, wel, jawel, jawel! Hier zijn we weer! Hè? Mensen, sowieso wil ik even aangeven, Jelle, WSC, super bedankt voor je comment, SO naar jou vriend. Hij schrijft, jullie horen al lang 100k subs te hebben. Het is ook gruwelijke video's, ik moet gewoon per se onder elke video een positieve reactie plaatsen, omdat er niks negatiefs te zeggen valt. Ouwe, echt dubbel respect voor jouw bericht, alleen maar liefde, shout-out naar jou man. Lifestyle. Super bedankt voor je comment. Hij schrijft, bij het afscheid zie je gewoon dat hij het daarna zin heeft. Hij schrijft ook dat hij zelf een broertje heeft met syndroom van Down die gewoon bij hun thuis woont. En de vraag is waarom wij dus niet, waarom Bilal dus niet bij ons woont. En eigenlijk bij onbekenden zit. Ik vond het wel even belangrijk om hier even op te reageren. Sowieso bedankt voor je reactie bro. Super tof dat jouw broertje wel bij jullie thuis woont. Je hebt natuurlijk verschillende niveaus van syndroom van Down. En mijn ouders zijn wat ouder. Bilal heeft natuurlijk een hele lieve zachte kant. Maar het is ook gewoon heel pittig. Mijn ouders kunnen het niet aan om hem 24/7 te begeleiden. En hem de juiste opvoeding te bieden. Waarbij er echt duidelijke structuur is. Dus dat is één van de redenen. Twee, het zijn helemaal geen onbekenden voor hem. Het zijn natuurlijk zijn huisgenoten. Ja, en de video die jij hebt gezien tijdens zijn verjaardag, ja, dat is voor hem extra pittig. Omdat natuurlijk al familie komen tegelijk daar bij hem aan. Ja, en dan wil hij gewoon niet dat we weggaan. Bij ons thuis, inderdaad, hij kan gewoon bij ons wonen. Maar het is gewoon veel te zwaar, veel te lastig. En dan kunnen we Bilal... En dan kunnen wij Bilal... Ik zit niet in mijn video. Dus dan kunnen wij Bilal eigenlijk niet bieden wat we hem zouden moeten bieden. En dat zou gewoon super zonde zijn. En ik denk dat hij nu gewoon over het algemeen hartstikke gelukkig is. Hij ontmoet super veel mensen. We halen hem iedere keer op en hij komt standaard bij ons. Dus hey. Shout out naar jou. Maar ik vond het wel leuk om daar toch nog even op te reageren. We gaan in ieder geval richting Leusden. We gaan Simba Beats volgen die op weg is naar zijn succes. Hij is er nog niet,
Maar ja, hij is gigantisch op weg. Dus we gaan kijken, ja, hoe maak je beats? Hoe doe je dat eigenlijk? Hoeveel tijd steek je erin? Wat doet hij daarnaast om toch aan zijn geld te komen? Ja, studeert hij niet? In ieder geval, we gaan hem volgen. Want ik weet zeker, met de tijd mee, heel snel, korte termijn, ga je wat van hem horen. Alleen maar liefde. Arvid Edge. Soms heb ik je bij me, soms ben ik in pijn. En zo naar mijn team, maar waarin en weer. Standaard op de weg als ik haar aanraak. Kijk, hier staat ik bijna weer. Soms heb ik je bij me, soms ben ik in pijn. En zo naar mijn team, maar waarin en weer. Ik leef mijn eigen leven. Ga mee met de luxe. Wat jij niet ziet, jij loopt je droom achterna. Als jij iets wil bereiken, dan moet je er wel voor gaan. Niemand gaat jou geven, pak het zelf en maak het waar. G6 Tiena. Zo! Mensen, ik ben hier gewoon bezig aan het voorbereiden. En dan komt ineens iemand naar me toe. Hey! Wie ben jij? Shireli! Hè? Khadija. Ben je Khadija? Hey Khadija! Alles goed Khadija? Hè? Ja. Zo prachtige haren, Khadija. Hey. Hey, ja. Ja, mensen. Je weet zelf, hè? Hey, Khadija. Ja, kom, we gaan, Khadija. Kom. Hey, kom, Khadija. Kom. Hey, kom, Khadija. Ga je heen? Ja, ik ben jou zat, Khadija. Ga de deur uit. Doei. Hahaha! Mijn hart is een keer overgeslagen, broer. Hola! Jawel. En zijn we nu vandaag, jongens. En vandaag en Brian en vlogs. Iedereen, vandaag en Brian en vlogs. Zo, gaan jullie wat van of. Ja, dus, hey, we zitten hier. G16 muziekstudio en YouTube studio. En ik heb de meeste comments heb ik voor jullie gekregen van vette beat, vette nummer. En maar ja, degene die het heeft gedaan, die gaat zichzelf even voorstellen. Hallo allemaal, ik ben Simba Beats. Ik ben de producer van G16, in-house producer. Ik maak al een paar jaar beats. Ik neem jongens hierop. En ja, ik ben een producer, man. Maar wat is een producer? Weet je wat een producer is? Huh? Weet jij wat dat is of niet? Nee. Ja. Leg eens even Abilo uit wat een producer is. Een producer is zeg maar iemand die echt gewoon een heel nummer compenseert. Dus met vocalen en alles. Nummer, Marokkaans. Marokkaans ook, alles. Ja. Elke soort, mijn tijd, verschillende zangers. Ja, die zetten we gewoon, ja, een producer die zet dan alles bij elkaar, die compenseert dat hele nummer. En dan brengt het uit. Dus dat iedere geluidje wat je hebt, dat wordt dan... aan elkaar, ja, gemixt zeg maar, ook aan elkaar gezet zeg maar. Maar een mix is meer zeg maar, een engineer doet dat, een producer doet dat ook, maar een engineer is meer gespecialiseerd in zijn vak. Hoe ben je hier opgekomen? Ja, sinds kleins af aan man. Sinds, altijd al van muziek gehouden. Ja, opgegroeid met hip-hop voornamelijk. Dat is ook wat voornamelijk wat ik maak, zeg maar, de genre. Maar wilde jij eerst in het begin zingen of had je echt alleen, let je al een beetje op de deuntjes en... Ja, als ik naar muziek luister, lijkt het sowieso naar harmonie en de hele beat, hoe alles klinkt, zeg maar. En dan pas luister ik naar de tekst. Toen ik jong was, ik weet nog, toen we hadden een paar, ja, met een groep vrienden hadden we een Magic Music Maker gekocht. Dat was een cd die we kochten. En ik had een microfoon thuis. Gingen we gewoon bij een vriend van mij, gingen we daar gewoon rappen. Gingen gewoon Eminem teksten narappen en zo. Daar begon een beetje de liefde voor muziek en ja... Sinds een paar jaar ben ik echt gewoon gaan verdiepen in beats maken en produceren van nummers. En is het op dit moment, is dit van, verdien je er heel veel geld mee of moet je nog dingen ernaast doen? Ik moet er nog naast. Ik ben nog een opkomende producer, ik ben er nog niet. Ja, inshallah bereik ik dat. Maar waar is jouw droom? Echt gewoon, ja, uiteindelijk wil ik in Amerika doorbreken, dus echt met grote... Ja, artiesten in Amerika samenwerken. En wie is de man, laten we in Nederland houden, wie is de man met wie jij denkt, hey, met hem lijkt me wel echt vet om samen te werken? Op dit moment? Ik denk Hef. Hef sowieso. Ja? Ja, Hef wel. Wat doe je eigenlijk ernaast, naast dit? Ik studeer zelf HBO bedrijfseconomie in Zwolle. Wacht even, bedrijfs...
is totaal iets anders. Bedrijfseconomie in dit. Ja, man, klopt. Hoe ben je bij bedrijfseconomie gekomen? Ja, meer gewoon, ja. Voor ouders, thuissituatie zeg maar. Je moest echt een diploma halen. Je wil wel geld maken. Ja, precies. Dat wat we niet hadden. Maar zo zit niet in elkaar, man. Maar waar ik respect voor heb, toen sprak ik je. En je hebt de afgelopen 2 weken gewoon echt keihard zitten knallen voor je tentamens. Ja, voor tentamens, ja, man. En dan daarnaast dit doen. Ja. Is dit een beetje een dure hobby? Of, Ja, op zich wel. Ja. Want allereerst heb je een hele goede laptop nodig. Waar een goede RAM-geheugen in zit. En ja, daarnaast moet je een harde schijf hebben. Oké, dat zijn wel de kleine dingen, maar de echte plugins en de programma's, ja, daar kom je wel boven de 1000 euro's uit. Dus, vriend. We zitten midden in de. We zitten gapen hier. Dan ben ik saai. Als hij gaat gapen, dan moeten we uitkijken. Ja, nee, maar ja, het is geen grap om dan duizenden euro's te investeren en dan niet wetende of je echt die succes gaat halen. Maar waar zit je volgens jou? Hoe kan je succes behalen, denk je? Wat zijn de elementen? Allereerst ligt het aan jezelf. Wat zie jij als succes? Zie jij met. Al met lokale rappers wil je werken, wil je daar nummers echt uitbrengen? Of wil je gewoon duizenden euro's mee verdienen, of wil je dat miljoenen? Ligt echt aan jezelf. Voor mij is succes gewoon dat ik met die muziek zeg maar echt mensen aanspreek en door miljoenen mensen wordt geluisterd naar mijn muziek. Yeah. Dat is dik. En dat ik, ja, later wil ik ook zelf met de nummers gaan optreden als DJ zeg maar. Yeah. En, maar ja, vorige keer, we hebben natuurlijk ook super veel complimenten gehad. Yeah. En mensen vragen zich af. Yeah. Mag ik er nou een interview voor of niet? Ja. Oké. Maar mensen vragen zich echt af van oké, hoe komt dat? Gaan jullie er wat mee doen en zo? Sowieso, er gaat iets komen. Ik ga jullie niet vertellen wat. Maar ik ben wel benieuwd, hoe heb je dat gedaan? Want iedereen zit hem te neuren hier thuis. Iedereen zit... Dat is wel mooi om te horen, zulke dingen, weet je. Dat, ja, dat geeft je een goed gevoel. Ja, precies. Maar hoe ben je tot dat nummer gekomen? Hoe werkt zoiets eigenlijk? Ja, je zet in principe gewoon een beat. En dan ga je gewoon opnemen. Gewoon, ja, allereerst moet je sowieso een goede opnameplek hebben. Dus het moet goed geïsoleerd zijn. Het moet niet dood zijn. Het moet gewoon een goede plek om op te nemen. En dan ga je mixen. Ga je spelen met de stem, met de beat. Kun je ons een voorbeeldje geven? Ja, bijvoorbeeld dit hebben we laatst gemaakt. Kijken. Ja, wel. De beat, gooi ik hem hierin. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd van tijd. Ja mensen, hier zijn we weer. Hoe lang doe je erover als het even een nummertje verschilt, man? Soms ben je wel 2 uur, 3 uur bezig met een beat, soms ben je een 1/2 uur bezig. Het ligt eraan. Het ligt er ook aan genre, vind ik. Ja. Wat is een beetje een moeilijke genre? Ja, ik denk meer muziek van, ja, hoe moet ik zeggen, van cultuur zeg maar. Dat is echt wel lastig. Ja? Dat is echt gewoon... Hey. Ja, een beetje leuk. Ja. Maar... Ja, inderdaad, doe maar. Nee, ik denk, kom helemaal niet. Ja, de lastige is dus een beetje cultureel... Muziek vind ik, ja. Dat is echt compenseerd. Dat is ook echt gewoon gespeeld, zeg maar, live. En ja, dat is wel lastig. Kunnen we naar de boot sturen? Kunnen we... wat gebied wil je gaan wat zingen? Gaat u samen met rustig aan. Wat voor muziek wil jij? Wil jij? Ja, nee. We weten wat gaat u zeggen. Maar wil je Marokkaans muziek, Chinees muziek? Noem maar Chinees muziek voor Bilo. Nee, wat dan? Marokkaans. Hij wil Marokkaans muziek. Ja, Marokkaans muziek. Ja. Mijn vader gaat u zeggen, mijn papa van Willer. Mijn papa gaat u zeggen. Is goed. Hey, wat doe jij daar? Ga je zingen of niet? Ja. Hé? Ja. Oké. Ja, we dansen de hele nacht. Brian! Oké, dus nu heb je een soort van standaard beat, zeg maar, wat je nu gebruikt. Ja. Gooi hem hierin. Ableton, ik gebruik programma Ableton.
gaat je camera vast, hè? Nee, nee, nee. Broer, hoort dit ook bij... wat is dit? Broer, dit is onderhoud. Het moet ook gebeuren, broer. Moet ik die kabel pakken. Oké, ik denk, ja, dit hoort er ook bij... Nee, man. Tjala, ba, 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 ya, la. Ya, la, ha, man, yola, shala, ba, ba. Salaria bakala la 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 ba 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 bakala sabakala ba ba bakala salaria ya oske bakala sala halibu sala bakala ba ba bakala. En zeg jij eigenlijk ook tegen de zangers wat zij, hoe zij op wat voor manier zij moeten zingen? Of, In het begin niet. In het begin laten ze gewoon hun ding doen. En dan als ik van die kleine schoolhuis zou zo, dan zeg ik wat ga je nu doen? Nu neem ik hem gewoon op. Ik heb mijn lichte autotune erop. En een kleine reverb. En? Is dit fijn? Dus nu Bilo is aan het inzingen, dat kan je opnemen. Oké, okay, dus dan moet ik nu even zorgen dat hij iets gaat zingen. Ja, nu als hij tekst heeft, kan hij ook gelijk opnemen. En dan kan ik een kleine mix van maken. Oké, okay, gaan we doen. Bang bang! Je bent wel de meest moeilijke muzikant, vriend. We beginnen te bellen, toen we bellen, alles in de ring. Ik zeg heel eerlijk, dit ziet er echt ingewikkeld uit. Dit is nog de makkelijkste. Echt? Ja. Ik zit nu alleen te exporteren. Dus dan, wat nu handig lijkt, is dat we dit zo laten. Mm-hmm. En dan... Moenier van de week komen Moenier en ik bij elkaar. En dan gaan Moenier en ik verder inzingen. En dan gaan we gewoon een echt serieus nummer. Nou ja, serieus. We gaan er in ieder geval een nummertje van maken. Ja, toch? Nee, dat is perfect. Nee, dat is wel goed, hè. Sowieso, deze week gaan wij. Moenier en ik, en onze grote vriend hier, gaan eraan werken. En dan gaan we er een nummer van maken. En wie weet wat ermee gaat gebeuren. Toch of niet? Dus blijf volgen, man. Ja, toch? Ja, toch blijf checken. Bilal! Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zo tijd. Arrivederci. Wat voor tips wil jij kinderen en jongeren meegeven? Doe wat je leuk vindt, man. Ik zeg, ik studeer hiernaast. Maar je moet altijd je passie volgen, wat je echt leuk vindt. Dat is het belangrijkste, man. Geld en al die bullshit, dat komt wel. Als je ergens goed in bent, mensen gaan jou alsnog betalen, man. Ook al, toch. Als je maar gewoon echt goed bent in je werk, in wat je doet. En goed zijn voor je mensen, man. Dat is belangrijk. Meer echt, dat is echt meer nodig, man. Dankjewel, man. Ja, man. Hou je tijd, broer. Ja, man. Jij ook. Thanks voor al je tijd. Ja, nee, man. Dat was leuk, gezellig. En ik zeg eerlijk... Ja, dit is gewoon een klein beetje wat je doet, maar ik hoor het een en ander. Mm-hmm. Maar volgens mij gaat het er echt komen. Als ik jouw doorzettingsvermogen zie, nee, hoeveel uren je er hierin steekt. Nee. Geen grap, man. Nee, dat is echt mooi om te horen, man. Succes, bro. Ah, dankjewel. Jullie ook. Nou mensen, jullie zien het. Er is één iemand hier, helemaal nokkie, die zit te kwijlen. Maar even serieus, diep respect voor deze man. Om 7 uur was hij op, hij ging werken, ik heb van zijn werk opgehaald, zijn we naar Leusden gegaan, naar zijn muziekstudio. De hele dag is deze man zijn longen aan het lijf aan het schreeuwen en volgens rijdt hij terug, het is nu 6:30 en hij kan gewoon niet meer. SO naar Simba Beats. Ik wilde jullie gewoon even laten zien, los van dat het natuurlijk grappig is om te kijken van oké, hoe zijn we tot die beat gekomen van... Dacht ik sowieso is gewoon fijn om te zien dat iemand gewoon naar zijn doel aan het werken is. Deze man is er nog niet. Hij zegt ook ik ben er nog niet. Maar ik ga er alles aan doen om het te bereiken. En wat doet deze man? Hij studeert nog, HBO.
Deze man werkt daarnaast nog om aan zijn geld te komen om zijn hobby uit te oefenen. Met als doel om uiteindelijk voor de grootste, hij wil uiteindelijk naar Amerika toe. Even serieus, als je dat in jouw wijk zou zeggen, ja ik wil naar Amerika gaan. De 9 van de 10 gaan je uitlachen. Dat kan niet, dit, dat, dit, dat. Hoe wil je kan niet? Alles kan. Alles kan. Het enige wat jij moet doen is een doel voor ogen. Wat wil ik bereiken? Wat wil ik doen? En als dat doel, dat is een 10. Dat doel is een 10. En dan moet jij dan denken, oké, wat voor cijfer geef ik mezelf nu? Waar ik nu sta, nu, hier. Als je jezelf een 3 geeft, dan moet je denken, oké, wat moet ik eraan doen om die 10 te halen? Sta je op een 7, wat moet ik eraan doen om bij die 10 te komen? En daar ga je naartoe werken. En het is niet misgunnen, mensen gunnen het me niet, jaloezie, dit, dat, lukt niet, ja, het ligt aan hun. Nee. Jezelf, je moet in jezelf geloven. Als jij niet in jezelf gelooft, wie gaat het voor jou doen? Wie gaat het voor jou doen? Moet je toch zelf doen? Uiteindelijk moet je het zelf doen, jongen. Jij moet in jezelf geloven. Dan pas en dan ga je starten. En dan in het begin zijn mensen die zeggen, nee, dat, het lukt niet, bla, bla, bla. Nee, het gaat je lukken. En als dat niet lukt, dan kan je in ieder geval tegen jezelf zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Ik zeg dit, want echt super veel jongeren die ik zie, die ik meemaak, die hebben allemaal ideeën, maar ze geloven er gewoon niet in. Ja, komt goed, ja, komt wel, ik was aan begonnen, maar ik maak het niet af, dit, dat. Nee, begin eraan en geloof erin. En als dat niet lukt, ja, jammer, andere. Onderweg kom je echt wel dingen tegen. Daarom wil ik alleen maar mensen laten zien die, of niet alleen maar mensen laten zien die er al zijn, maar ook onderweg zijn. En die, ja, kijk net als deze jongen, weet je, ja, het is gewoon gruwelijk. Het is gewoon gruwelijk en dat is gewoon een perfect voorbeeld. Gaat helemaal niet, eigenlijk die hele video eerlijk gezegd, gaat niet om muziek maken, dit, dat, weet je wel. Ik ben daar niet goed in, mijn interesses liggen daar eigenlijk ook niet. Maar het is gewoon super mooi om te zien dat, of je nou van muziek houdt, of van voetbal, of van weet ik veel wat presenteren, noem maar op. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Sorry dat ik te veel praat. Maar dat jullie wel weten wat mijn achterliggende gedachte was met deze video. Aanstaande woensdag is er een nieuwe video online. Met onze aflevering, derde aflevering alweer. Waarin we kinderen blij gaan maken met een bal. Ik hoop dat jullie het onwijs tof vinden. Abonneer. En serieus jongens, SO naar jullie allemaal. Echt, ik zweer het je. Allemaal. Ik geef jullie een hoop liefde. Hij geeft jullie een hoop liefde. En ik hoop dat jullie ons een klein beetje liefde terug kunnen geven. Om met elkaar erover te praten. Om te liken, te delen, weet ik wat allemaal. Zodat we zoveel mogelijk mensen iets positiefs kunnen geven. Iets waar mensen wat aan hebben. Waar je een lach op je gezicht kan hebben. Maar waar je ook gewoon iets kan denken van oké, hoe kan ik gewoon succes gaan halen. Kortom, ik praat te veel. Mensen, alleen maar liefde. Arrivederci. Ah. Why, why, alleen maar liefde, why, why. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, echte mannen, why, why. Positiviteit, why, why. Activiteit, why, why. Negativiteit, why, why. Geen tijd voor, why, why. In wegen door, why, why. Brian Floyd.